Koen, wat brengt jou hier vandaag? Kleine Sophie en Lange Wapper eigenlijk vooral. Nou ja, we waren gevraagd door Theater aan de Schie om dit te presenteren. Het is echt geweldig daarbinnen trouwens. Wat bijzonder om in een stad te zitten waar eigenlijk het theater zoiets organiseert. Want het is, ja, zo maak je er een feest van voor iedereen. Maar we moesten dit presenteren en we moesten iets vertellen over Kleine Sophie en Lange Wapper. En daar hebben we 2 previews van gegeven. Dat stond de kerstvoorstelling die we gaan doen tussen 20 en 23 december. En dat regisseer ik. De voorstelling gaat over Kleine Sophie. Kleine Sophie gaat dood. Die heeft kanker. Heel, heel, heel verdrietig. Maar ze heeft 1 wens. En dat is willen weten wat er in het leven allemaal te kopen is. En omdat haar ouders dat niet durven te zeggen. Omdat wat er in het leven te kopen is, is gewoon niet altijd alleen maar leuk. Dat is ook heftig en ook zwaar. Besluiten haar knuffels om haar mee te nemen op een reis. Om haar alles te laten zien. Dus van leuk tot slecht, tot vrolijk, tot verdrietig. Alles laten ze er zien. En dat is de voorstelling. En dat is wat, waar je naar kijkt. En omdat voor de vorm hebben we gekozen om 10.000 knuffels uit de kap naar beneden te laten donderen. En daar poppen eigenlijk die knuffels uit tijdens dat verhaal, om dat verhaal te vertellen. En dat, ja, daar hebben we 10.000 knuffels voor nodig. Dus we hebben een actie, knuffel je mee. En dat is te gek opgezegd door een paar Schiedamse meiden. En die zitten in een knuffelpand en die verzamelen knuffels. En ik geloof dat we nu 4.000 hebben, maar er mogen er nog wel wat komen. Dus als mensen knuffels hebben, kom vooral naar het knuffelpand en doneer wat knuffels. Ja. Nou, het loopt nu echt als een trein. Want we hebben nu echt volgens mij al bijna 3.000, 4.000 knuffels. Echt heel veel. En we gaan dadelijk ook nog langs scholen en verenigingen. Dus het gaat echt heel goed. En wat ga jij nog doen in de komende tijd om die erop te halen, knuffel die erop te scoren? Nou, wat we gaan doen, het is misschien handig als we ergens flyers gaan ophangen. En misschien een oproepje nog in de krant, zodat iedereen ervan weet. En dan kunnen ze gewoon de knuffels naar de winkel brengen. Dus. En zou ik ook vertellen waar de winkel is? Ja, de mensen moeten natuurlijk wel weten waar ze het kunnen brengen. Oké, Hoogstraat 75. Dus ja, heeft u nog knuffels? Super fijn. Dat hebben we nodig.